Hi, goedemorgen. Ik zal vandaag met onze YouTube les 3 beginnen. En intussen zijn jullie al klaar met les 1 en les 2. En dus vandaag ga ik dan YouTube les 3 opsturen voor jullie. We zullen beginnen met de som. Het is som 4. En het is som 4. Dus dat we doorgaan. We gaan het vervolg bladzijde doen. De som zegt: februari is dit gebeurd, dus de handeling. Afrekening ontvangen van de bankoverdige in de kwitantie op J. Lantiman Caroni voor 255. Per incasso kosten is dat 2 SRD. Deze kosten worden afgetrokken en worden 253 SRD. Het kwitantiebedrag is inclusief 5 SRD in de administratiekosten. Het is inclusief. Inclusief houdt in, dus dat die 5 SRD erin zit. Ja? Ze geven aan wat je moet berekenen. De juiste boeking in het bankboek. Ja? We hebben niets te maken met goederen. We hebben niets te maken met andere onderdelen. Ja? Dus daarop moet je ook letten. Het gaat nu erom, dus dat je deze punten moet gaan plaatsen in een bankboek. Dit is een model van een bankboek. Dit is de juiste. Dit is de juiste bankboek. Dit is de juiste bankboek. Ja, dit is het antwoord. En dan gaan we kijken hoe we dat moeten doen. Zoals ik eerder heb gezegd, worden de kosten, deze kosten, afgetrokken uit deze 255. Het antwoord wordt dan 255 min 5 SRD. Dit zijn de administratiekosten en worden ondergesteld in het onderdeel algemene kosten. Yes? Oké, dat is de tussenrekening waar het geld gaat. De bankboek heeft ook wel incassokosten. De incassokosten worden ook verondersteld als de normale bankkosten. Het is net als wanneer je naar een bank zou moeten gaan en je moet kosten daar extra betalen. En dan vragen ze je, gaat u het storten of moet ik het uit het rekenen, uit het geld weghalen? Dat wordt geplaatst voor de persoon. Ja? Oké, ik ga verder met de som. Geven jullie me even 5 minuutjes. 2 minuutjes. En dan gaan we weer door. Ja? Zoals ik heb aangegeven, is het heel belangrijk om dit te kunnen plaatsen. De 1e februari de afrekening ontvangen. De afrekening ontvangen, wat houdt dat in? Dat betekent van de bank. Iemand heeft betaald bij ons. Nou, wat is dan toen gebeurd als iemand betaalt bij ons? Als iemand ons betaalt, komt het geld op de bank voor 250 SRD. En hoe kom ik op 250 SRD? De debiteur heeft ons betaald. Meneer Lantiman heeft ons betaald 250 SRI. Dat komt voor op onze bankboek. Waarom? Omdat iemand geld is gaan storten, of meneer Lantiman is geld gaan storten op jouw rekening. Dus dat geld komt dan op je bankboek te staan, dat hij heeft betaald. Yes? Dat betekent, wanneer deze persoon heeft betaald, wordt hij een debiteur genoemd. En wanneer praten we over een debiteur, is wanneer we goederen hebben verkocht voor iemand. Dus bij het verkopen van goederen aan iemand, praten we over debiteuren. Let op, afrekening van de bank, deze onderdelen, moet je goed onthouden. Wanneer we hebben ontvangen van de bank, wordt dit gestort op onze rekening. Ja? De kwitantie op J. Lantiman Caroni, 255 SRI. Ja, en de incassokosten zijn gelijk aan 2 SRI. Alle incassokosten worden, of alle kosten worden afgetrokken. Dat betekent dus aan het eind, hier de algemene kosten, administratiekosten zijn 5 SRI. Want dit was inclusief dit geld. Dus je moet dan 255 min 5 SRI. Wordt dan de debiteur betaald dit. En de algemene kosten, administratiekosten, worden hier geplaatst. Want hij moet hetzelfde zijn wanneer hij in balans komt. Maar deze incassokosten worden afgetrokken van het bedrag. Dat betekent
Aan het eind, de algemene kosten, inkassokosten, worden dan 2 SRE. Let erop, bij deze som is het heel belangrijk dus dat het een verkoop is via de bank. En iemand heeft dan betaald, een verkoop, iemand heeft betaald. Dus alle kosten, de inkassokosten en de administratiekosten, worden ook wel onder algemene kosten geplaatst. Hier aan de zijkant heb ik wel een paar vragen geplaatst. Dus wat je jezelf moet afvragen bij het maken van de som. De afrekening ontvangen, een betaling ontvangen van de bank. Iemand heeft gestort. We hebben verkocht wat? Goederen. Dus de goederen worden minder. En onze debiteuren worden meer per bank. Dus de debiteuren worden dan hier meer. Ja, dus dit hier zo ga ik voor jullie appen. Dus ik wil jullie dit overnemen. Het zijn eigenlijk dingetjes dus dat jullie moeten onthouden bij de handeling van het verkopen. Aan de onderkant heb ik ook aangegeven hier. Hoe komen we op de debiteuren van 250 SRI? Dat betekent dus die 255 min die 5 is gelijk aan 250. Dus die algemene kosten, of ook wel de inkassokosten en de administratiekosten. In het kwitantiebedrag zit het bedrag van 5 SRI administratiekosten. Dus je moet ze aftrekken. Ja? Alle kosten worden algemene kosten geboekt. Als tussenrekening of tegenrekening. Yes? Dus dit was onze derde les. En ik hoop dus dat ik jullie genoeg informatie heb gegeven wat betreft deze lesjes. We gaan morgen weer door met onze vierde les. En kijk er naar uit, want onze boekhoudenlessen hebben ongeveer 20 lesjes. Dus zet je in, zet je voor. En we starten... Ik neem aan, volgens mij de examen starten ergens in mei. Dus zet je in. Ik weet niet wat er komt, wat ons tegemoet komt. Maar ik neem aan dus dat de examens wel doorgaan. Er is tot nu toe niets gezegd als het niet doorgaat. Hoor, gewoon inzetten. Alvast een fijne dag voor jullie. En heel veel succes met het studeren.